De Stichting Vrienden van de Gaykant doet aangifte tegen Henk Krol uit Eindhoven, Tweede Kamerlid voor de partij 50+. De stichting verdenkt hem van verduistering en oplichting. Want Krol zou subsidiegeld, dat was bestemd voor de stichting, hebben gebruikt voor de website van 50+. Het zou gaan om duizenden euro's. Krol raakte eerder in opspraak omdat hij pensioenpremies voor personeel van de Gaykant niet afdroeg. Daarna stapte Krol op als Kamerlid om even later weer terug te keren. We praten hierover verder met verslaggever Theo Verbrugge, staat op de redactie. Ja, Theo, Henk Krol weer in opspraak. Wat is er nou weer aan de hand? Ja, wat is er nou weer aan de hand? Ik zal het proberen uit te leggen, Tom. Ja, Henk Krol en zijn stichting Vrienden van de Gaykant die kregen subsidie om een website te maken voor jonge homo's. Die konden elkaar op die site ontmoeten. Nou, een groot gedeelte van dat geld zou Krol gebruikt hebben in zijn eigen bedrijfjes. En nu komt naar voren dat hij ook een gedeelte van dat geld gebruikt zou hebben voor het bouwen van een website voor zijn 50+ partij. Nou, dat geld loopt in de tonnen, dat moet terugbetaald worden. En daarom is uit voorzorg alvast beslag gelegd op de huizen van Henk Krol. Je ziet zijn huis in Eindhoven en een appartement wat hij bezit in Amsterdam. Let wel, hij mag er wel blijven wonen, maar hij mag er verder niets mee doen met die huizen. Nou, dat gebeurt allemaal op gezag van Oscar Hammerstein, dat is de advocaat van de vrienden. Altijd heeft hij pittige uitspraken, zo ook dit keer over Henk Krol. Het gaat toch een aardig in de richting van oplichting. Dus eigenlijk flessentrekkerij, hè? Je gaat schulden aan waarvan je weet dat je ze niet kunt voldoen. Ja, beschuldigingen die niet mis zijn. Wat zegt Henk Krol hier zelf op? Nou, Henk Krol, vanochtend werd hij overvallen door collega's van de NOS op zijn werkkamer in Den Haag. En kijk even naar zijn reactie. Zou dat misschien te maken hebben met het succes van 50+ en het feit dat wij heel hard nodig zijn? Is dat niet een beetje complotdenken, meneer Krol? Ik denk het niet, want weet u nog dat ik een jaar lang thuis heb gezeten en in dat jaar lang heb je helemaal niks gehoord. Maar goed, het is niet de eerste keer dat hij in opspraak komt. Hè? Hij is ook eerder teruggekomen, zit nu dus inderdaad weer in de Tweede Kamer. Wat denk jij, Theo? Gaat hij dit ook gewoon weer overleven? Ja, het is een kat met 9 levens. Je bent voor hem of je bent tegen hem. En ik wou even een poll aanhalen die we op dit moment op de website hebben. En dan zie je dat mensen in hem blijven geloven. Kijk, de vraag was: Henk Krol van 50+ is een flessentrekker of een politicus die een hak wordt gezet? Nou, hij belazert de boel, zegt zo'n 70%. En zo'n 30% zegt het is een complot tegen 50+. Nou, wat wil ik daarmee aantonen? Hij heeft een vaste skare fans. Hij is onmisbaar voor die 50+ partij op dit moment. Hij is een stemmentrekker. Vanmiddag heeft de partij ook vergaderd. Daar hebben ze verder geen stappen aangekondigd. En vanavond, want vandaag overdag was Krol niet bereikbaar, zit hij bij het programma Pauw samen met Jan Nagel, de oprichter van de 50+ partij. Dus voorlopig zit Krol nog wel goed bij 50+.